Deze keer laat ik jullie zien hoe je een leuke haarband oorwarmers kunt haken. En dat doen we in boordsteek met vaste. Ik heb hem 9 cm hoog gemaakt en 50 cm lang. Maar dat ligt een beetje aan de omtrek van het hoofd waar je het voor gaat maken natuurlijk. Ik heb gebruikt Anuja en dat heb ik met dubbele draad gedaan. En met een dikkere haaknaald, zodat het soepel valt. Dan heb ik eerst het aantal lossen opgezet. Ja, dat is dus afhankelijk van hoe breed het hoofd is, de omtrek van het hoofd. Dan gaan we de eerste toer in vaste haken. En dat is insteken, doorhalen en dan door twee. Dan weer insteken, doorhalen en door 2. Insteken, doorhalen en door 2. Nou, zo maken we de toer af. En als het klaar is, dan kom ik weer bij jullie terug. Dan zijn we bijna aan het einde van de toer gekomen. Nog de laatste. De eerste toer is ook altijd een beetje vervelend om te haken, maar als je dat helemaal klaar hebt, dan gaat het heel snel. Dan doen we eentje voor het keren. Dan draaien we het werk. En dan gaan we in het achterste lusje pakken we op. Het achterste lusje, ik hoop dat jullie het zo kunnen zien. En weer in het achterste lusje. En zo maken we de toer gewoon af. En ik zal nog eventjes het doorhaken. En dan aan het einde van de toer zie ik jullie nog een keer. Dan zijn we bijna aan het einde van de tweede toer. En denk goed om dat je het in het laatste, in de achterste losse haard. Nou, laatste steek. Eentje keer voor het keren en weer. Die was voor het keren en zo weer in de achterste. Als je er maar gewoon goed om denkt dat je steeds in de achterste doet, dan komt het altijd goed. En zo. En zo ga je door totdat je de hoogte hebt die je zelf graag wilt. En dus steeds heen en weer. Is verder niet moeilijk, kan je gewoon doen bij de televisie. Als je maar gewoon zorgt dat je in de achterste doet. Nou. Dan kom ik straks weer als je de hoogte die je wilt hebben, hebt bereikt. Nou, dan zijn we, heb ik het aantal gehaakt hoeveel ik wil, het aantal toeren, hoe hoog ik het wil. Dat moet iedereen zelf weten. Nou, dan doen we de laatste steken nog even. Die zijn een beetje vervelend. Laatste. Zo. Dan trek ik door. Zo. En dan knip ik de draad af. En dan trek ik hem er doorheen. Nou, dit is het dan. Geworden. Dan vouwen we hem om af te hechten, vouwen we eventjes dubbel en dan doen we deze kant zo en deze kant zo. He, dus beide en die doen we zo in elkaar. He, dus
We vouwen hem dubbel. We vouwen deze kant dubbel. Dus dan vouw je hem goed dubbel. Hè, dat je de goede kant op de goede kant. Dan vouw je deze dubbel. En je vouwt deze dubbel. En dan schuif je die hierin en die hierin. Hè? Ik hoop dat jullie het goed hebben gezien. Ik heb de naald alvast, de draad alvast in de naald gedaan. En nou gaan we heel goed door alle vier heen naaien. Aan elkaar vast. Ik heb één draad genomen van het, want dat hoeft niet dubbel. Twee. En als deze zometeen klaar is, dan laat ik je dat zien. En in de volgende video laat ik zien hoe je een hele leuke bijpassende koolsjaal erbij hebt. Ik hoop dat ik dat snel op video kan zetten, zodat je een heel leuk setje hebt met, van een koolsjaal en een oorwarmer of haarband, hoe je dat ook maar noemt. En deze haarband heb je echt in één avond heb je die klaar. Binnen een paar uurtjes heb je die klaar. Je kunt het lekker bij de tv doen. Het is hartstikke leuk. En denk erom dat je goed door alle vier heen haakt. Het draait, bedoel ik. Naait. Nou, dan keren we het. Nou. En dan heb je zo een leuke haarband. Nou, eens nog even de draadjes afhechten. Nou, dat spreekt voor zich. Hè? Dat kan iedereen wel. Zo, nou zijn de draadjes afgehecht en hier is de haarband. Ik hoop dat je het een leuke tutorial vond, video vond, hoe je zo'n leuke haarband kunt maken. Oorwarmers. Als je het leuk vond, abonneer me op mijn kanaal. En ik zie jullie een andere keer weer in de volgende video met de koolsjaal die hier heel leuk bij past. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.